Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik vissen op snoek. Ik ga het proberen in een soort zijstelsel van een rivier. Dus of de snoek er al ligt, dat is maar de vraag. Want in de winter trekken ze hier sowieso naartoe. Maar we zitten nu net in de herfst. Dus ik weet nog niet of ze er al liggen op dit moment. Maar meestal als er eentje ligt, dan vang je altijd wel een goeie hier zo. Ik ga lekker vissen met de Glide Baits vandaag. De X-Buster van StrikePro. We gaan het zien. Liggen ze er al? Ligt ze er nog niet. Zo, we beginnen de dag met de X-Buster van StrikePro. Mooie glidebait, lekker zwaar, zinkt lekker snel. En dat is voor dit type van het jaar toch wel een erg goed aasje. Goudkleurtje, zonnetje schijnt, dus kerkaats lekker. En hoe vis je een X-Buster? Je maakt eigenlijk elke keer een slag. En dan slaat hij heel mooi uit. Het is eigenlijk heel simpel, onminnend vis. Je kan redelijk snel vissen, je kan redelijk langzaam vissen. Het is nu nog redelijk warm, dus ik vis hem nog relatief snel. In de zomer kan je hem nog sneller vissen, in de winter vis je hem langzamer. In principe geef je gewoon elke keer een slag. En dan slaat hij heel mooi uit van links naar rechts. Kijk daar joh, er staat gewoon de snoek aan het oppervlakte. Zo, ik heb deze spot nu helemaal uitgevist, dus wij gaan gauw door naar de volgende plek. Hier hadden we een leuke brug met een paar boten erbij. Kan soms heel goed werken, maar er lag één klein snoekje. Voor de rest niks, dus we gaan nu door. We hebben zo meteen nog een paar bruggen af te vissen met boten, goede lelievelden en een mooie splitsink. Dus allemaal weer hotspots voor snoek. Daar gaan we nu gauw heen, want hier hadden ze er geen zin in. Zat het gewoon een snoek aan het oppervlakte, joh. Dat was wel heel grappig gezicht te zien. Maar hij pakt alleen niks, dat is dan weer jammer. Dat is een snoekje van denk ik een centimeter of 40. Ik wil gewoon even naar het oppervlakte toe. Er zitten ook allemaal aasvis hier aan het oppervlakte. En deze kan gewoon even kijken. Ik denk, nou, daar hangen we maar even een spinnerbeet aan. Soms vinden ze een spinner toch wel lekker. Aangezien die X-Buster veel te groot is voor zo'n snoekje. Ja, op zo'n spinner als dit pak je ook gewoon grote snoek. Ik bedoel, ik heb hier vorig jaar nog een keer de snoek gelost, die was ruim 90 centimeter. Die had ik ook op de spinnerbait. En zo heb ik nog veel meer spinnerbaits bij me. Maar ja, zo'n oud en vertrouwd tandemspinnetje als dit wordt niet veel meer mee gevist. Dus ik dacht, moet ik eens een keer een hele video mee maken vorig jaar. En dat had ik toen gedaan. Toen loste ik een snoek. En ik had er uiteindelijk nog één gevangen, de spinner. Maar ik weet niet wat deze had. Hij heeft in ieder geval geen interesse in kunstaas, zo te zien. Zo, nieuwe spot, nieuwe kansen. Ook vorig jaar ving ik hier een klein snoekje op de spinner. Dat heb ik net ook al verteld. Maar goed, weten jullie ook dat ik weer op die spot sta. Dus even checken of er nu wat groter ligt dan een kleintje. En ik ga sowieso ook nog wel even van kunstaas switchen hier zo meteen. Omdat ik nog geen aanbeet heb gehad op dit ding. En omdat ik wel natuurlijk al een klein snoekje heb gezien, zal ook echt wel gewoon snoek liggen op dit moment hier. Ik weet niet, ik vis ook voor het eerst met dit aasje. Ik heb een hele lange tijd heb ik hem in mijn kunstaskoffer laten liggen. Omdat ik gewoon niet de juiste hengel had voor deze aasjes. En ik wou er alvast eentje hebben. En ik weet toevallig van mijn maatje Gijs. Die vangt best wel goed met deze aasjes. Nu een goede hengel ervoor. Eigenlijk nog geen goed reeltje. Maar dat maakt niet uit. Dit reeltje kan het op zich wel even hebben voor een keer. Je moet het niet te vaak doen, dan gaat hij wel kapot. Als je gewoon even een keertje doet, dan kan het echt geen kwaad. Nou, dan kan ik toch maar even gaan switchen van de aasje. Want het levert tot nu toe nog steeds niks op. En dan moet je maar gewoon wat anders proberen. Wat heel belangrijk is om te doen bij dit kunstaasje, is het staartje even eraf halen als je hem weg doet. Het staartje kan je eraf halen. Want dan blijft hij goed. Als het staartje namelijk ombuigt, dan gaat de actie eruit. Dus dat is eventjes weer een hele handige tip voor jullie. Dan pak ik, denk nu, even een oud vertrouwd aasje. En dat is de spinnerbait. Werkt ook altijd super goed op snoek. Vooral als zonnetje schijnt. En drie keer raden wat het nu doet. Zonnetje schijnt. Dus spinnerbait hangen we er even lekker aan. En dan gaan we kijken of we daar een snoek mee kunnen pakken. Deze aasjes hebben nog wel eens een probleempje. Dat ze het alleen leuk vinden om soms goed te gaan. Wanneer je het vist met een fluorocarbon onderlijntje. Dan moet je wel een dikke fluorocarbon onderlijn pakken. Want soms met titanium dan zwemmen ze een beetje scheef. Maar deze lijkt het aardig goed te doen. Soms moet je gewoon zelf even nog een beetje bijstellen. Maar nee,
deze doet het nu nog aardig. Ik moet wel zeggen dat het heel raar voelt. Als je nu met zo'n licht kunstaasje gooit, en met zo'n zware hengel, ben ik niet gewend. Zoals ik al zei, ik ben zelf heel erg fan van lichte hengels. Dit is eigenlijk veel te zwaar voor mij. Maar ja, met een zware kunstaas moet je helaas ook wel een zware hengel pakken. Kijk, het voordeel is wel, als het zonnetje goed schijnt, en ik dus met een spinnerbait vis. Nou, die bladen die geven een trilling onder water. En die schitteren heel erg in het zonlicht. Daarnaast heb ik een oranje shad erachter gehangen. Die heeft voor mij best wel wat opgeleverd. Dus vandaar dat ik hem ook gewoon pak. Ik heb er ook nog eentje, die is donker gekleurd. Een beetje een donkergroene kleur. En dat werkt ook gewoon. Soms moet je gewoon even een beetje pielen en kijken wat die snoeken willen. Tot nu toe heb ik alle meeste actie gehad hier in dit water met spinners. Spinnerbait, spinners, tandemspinners. Ik heb één snoekje gelost op een oud vertrouwd kunstaasje, dus Pro BBZ. Dat was 2 jaar geleden, denk ik, ondertussen. Die loste ik precies de dag van de opening van het seizoen. Toen lag de vis hier wel. Ja, dat zijn natuurlijk ook een beetje paaisloten dit. Ik zei het net al, ik vis nu met een relatief lichte reel. Het is een Curado DC-151. Het is eigenlijk meer gemaakt voor het heel licht vissen op snoek of het snoekbaarse baarzen. Maar af en toe een keertje met een wat zwaarder iets gooien kan echt geen kwaad. De dingen zijn robuust. Maar je hebt ook een 201 variant en een 301 variant. En wil je zwaar gevissen op snoek, dan raad ik je toch die grotere variant aan, dus de 301. Maar voor een keertje kan het echt geen kwaad hoor. Dus wees niet bang als je zo'n Curado DC hebt liggen. Zo, door naar de volgende spot, want ook deze spot leverde helaas niks op. Er lag wel iets in de kant, maar ik kan nog niet vertellen of dat een snoekje was of dat het gewoon een witvisje was. Dus nu gaan we door naar de splitsing en een soort klein haventje. Even kijken of er misschien daar nog een leuk snoekje wil liggen. Zo, volgende spot. Nou is de vraag. Ligt hier misschien nou wel een snoekje die trek heeft in een lekkere spinnerbait? Dat als een spinnerbait langskomt en denkt, oh lekker hoor. Lekker. Dat zou natuurlijk wel weer even het mooiste zijn als dat zou gebeuren. In ieder geval nooit op je eerste worpen vis vangen. Anders is dat niet best. Ik sta ook wel weer echt op een hotspot zoals je kan zien. Bij een brug. Daarachter ligt het kleine haventje. Daar stond ik net. Kijk, ik kan wel goed staan. Maar als die snoeken er niet liggen, dan is het gewoon zeer lastig. Een aantal dingen die natuurlijk super belangrijk zijn om mee te nemen als je gaat vissen op snoek, is natuurlijk een titaniumdraadje, een staaldraadje of een dikke fluorocarbon van minimaal 1 mm dik. Snoeken hebben nou eenmaal 600 vlijmscherpe tanden en die snijden zo dwars door je nylon, je dunne fluootje of je gevlochten lijn heen. Dus wees verstandig en neem dat zeker mee. Maar wat je ook niet moet vergeten, is een goede lange tang. Altijd super belangrijk om mee te nemen. Je wilt niet met je blote handen in die bek van de snoek gaan, want dan lig je zelf ook helemaal open. En een goede kniptang, ook belangrijk om mee te nemen. Ik heb hem ook bij me, zit in mijn tas. Ik heb hem nu even niet tevoorschijn getoverd omdat er nog 7 kunstaskoffers bovenop liggen. Maar neem het altijd mee jongens, want als je snoek haakt en er zitten de kielbogen, dan wil je gewoon zorgen dat die snoek het overleeft. Dan knip je je drechtpunt door. Ja, dan moet je maar even een drecht vervangen. Maar die snoek blijft leven. En uiteindelijk zijn we daar vissers voor, toch? Wij willen de vissen laten leven. En dat is het belangrijkste. Nou, de snoeken die hebben er geen zin in gehad om te bijten vandaag. Ik heb er eentje gezien. Jullie hebben hem als goed is ook kunnen zien. Dat ga ik ook pas zien als ik aan het editen ben. Maar helaas. Geen dikke snoek kunnen vangen op de X-Buster. En de spinnerbait deed het ook niet, helaas. Ja, ik denk niet dat het ligt aan de aasjes. Het ligt gewoon echt puur aan het water. De vis heeft hier gewoon nog niet gelegen op dit moment. Het is nog te warm, denk ik. Dus binnenkort denk ik dat ze maar even moeten gaan snoeken op wat polderstelsels. En wat afgesloten wateren. Daar ligt de snoek namelijk altijd, want die kunnen er niet uit. Dus dat gaan we doen. De volgende video wordt vis op de rivierplassen. Op zoek naar de grote baars, op zoek naar de grote roofblij. Kijken of we een paar topwadden kunnen vangen. Maar voor nu is het mooi geweest, dus bedankt voor het kijken. Doe blauw duimpje omhoog. Laat het weten. En vergeet niet te abonneren. Tot later.